Hij legt overal kranten op de grond neer, ja, om die kwasten af te strijken. Maar hij werkt in zo'n tempo dat hij had ook geen tijd om de kwasten schoon te maken. En ik was met Jan Sierhuis waar toen op visite. Dat was ook een goede vriend, ja, destijds, ja, Jan Sierhuis. En we zien daar zo'n paar honderd gebruikte schilderskwasten op de vloer. En Jan zegt, nou moet je even kijken, maar wel haast. Dus zeg maar een mooie. Wat doe je er nog met mij, Karel? Hij zegt, nee. Hij zegt, die gebruik ik niet meer. Ja, dan gaan we ze toon, gaan we ze schoonmaken. Dan hebben we zelf een pot groene zeep. Ja. Even in de handpalm even en een paar honderd kwasten. Mooi schoongemaakt. Enfin, die kwasten liggen prachtig schoongemaakt zo op die vloer. Hebben we 3 dagen, weet je, onze handpalmen bijna uitgehold. Ja, ja. En zeg Karel, ja, ja. Ik vind het nou toch wel jammer. Hij zegt, nee, jullie dan maar de helft. Ja, nee, dat gebeurt niet, Karel. Karel had ook beloofd dat jullie ze mochten hebben als je ze had helemaal schoongemaakt waren. En toen zag je er toch vanaf. Als je er bij elkaar zat, dan kwam er altijd die kruikje jenever op tafel. Maar waar hadden jullie het over dan? De dialogen gingen nooit over het zwaarwegende van de kunst. Nou, het was niet alleen de schilderkunst, maar ook de poëzie, hè? Ja, ja. En vanuit de poëzie werd ook heel veel nieuwe stemmingen, gevoelswaarden aangeprezen. Ja, weet je, dat golfde door elkaar heen. Dat was mooi, dat beïnvloedde elkaar heel erg. Beïnvloedde elkaar. Ja. De ene golf, de andere ook. Golf, de muziek ook. Ja. He, dat speelde door elkaar heen. Het was een de langzamerhand verburgerlijking van de kunst. Ja. He, dat als wandversiering. Ja, precies. Oh, het ging nu om echt werkelijk ook om zo'n innerlijke vrijheid. Ja. Je durft uitspreken in de taal van een verfstreek, ja, een kras. Ja.